De vuurwerkverkoop is begonnen. Tot en met de oudejaarsdag kunnen consumenten terecht bij zo'n 1500 verkooppunten in het land. De eerste winkels gingen vanochtend open. Hij was niet in. Kom maar, dit is 6 uur, jongens. Verschillende winkels openden al vroeg de deuren, zoals hier in Tilburg. Om het lichtste vuurwerk te mogen kopen moet je minimaal 12 jaar oud zijn, voor zware vuurwerk 16 of 18. En ze moeten het binnen een uur opkomen halen, het afgesproken uur. We mogen maar zoveel opslaan op een uur. Ik vind het leuk, hoort het erbij. Geen knal, alles hier. Iets veiliger denk ik, hoop ik tenminste, als je ziet wat er tegenwoordig allemaal gebeurt. Traditie. Dus. Heb je nog lontjes? 5 jaar geleden waren astronauten, kanonslagen en 1000-klappers nog goed voor meer dan een kwart van de totale omzet. Maar verwacht wordt dat er nu minder knalvuurwerk en meer siervuurwerk wordt verkocht. Mensen zijn inderdaad op zoek naar beleving. Vuurwerk is ook beleving, hè. Het moet mooi zijn. Mensen zijn best bereid om ervoor te betalen. En dan komt daar inderdaad de achtergrond ervan, het knalwerk op de achtergrond komt te liggen. En wat ons betreft maakt knalvuurwerk er helemaal uit en het siervuurwerk erin. Kopers moeten nog wel even wachten met het afsteken van het vuurwerk. Dat mag pas vanaf 6 uur op oudejaarsavond tot 1 januari 2 uur in de nacht.